Dames en heren, goedenavond. Ons donderdagavondprogramma is enigszins gewijzigd. In verband met het feit dat het nieuwe kabinet vandaag door Hare Majesteit de Koningin is beëdigd, duurt de uitzending van Den Haag vandaag vanavond niet een kwartier, maar ruim een uur. En dat houdt in dat het voor 10:10 geplande programma Denkbeeld pas tegen 11:00 zal kunnen gaan beginnen. In Den Haag vandaag worden alle ministers van het nieuwe kabinet aan u voorgesteld. Interviewers zijn Kees Zorgdrager, Jaap van der Ploeg en Hans Hille. Presentator in de Trevenzaal aan het Binnenhof is Henk Visser. En dan schakelen we nu over naar Den Haag. Dames en heren, goedenavond. Dit wordt een hele bijzondere Den Haag vandaag vanavond. In het komende uur stellen we u voor aan de nieuwe ministersploeg, het kabinet Lubbers. Deze uitzending komt tot u vanuit de prachtige Trevenzaal. U ziet het, dat is nog eens iets anders dan een kille, clean televisiestudio. De ministerraad ligt hier te vergaderen. Een passende omgeving dus om u nader te laten kennismaken met het team dat premier Lubbers heeft samengesteld. Zo op het eerste gezicht een mengeling van ervaren politici en betrekkelijke nieuwkomers. Had u bijvoorbeeld ooit gehoord van de heren Brinkman, Ruding en Winsemius? De samenstelling van het kabinet is op een paar plaatsen nogal verrassend. Oud-justitieminister De Ruiter, nu bewindsman op Defensie, waar hij in de persoon van Charles Swieterden ook al opvallende staatssecretaris krijgt. De heer De Koning op Sociale Zaken. Het zijn verrassende keuzes en ook opmerkelijk is het feit dat we twee vrouwelijke ministers hebben sinds vanmiddag, beide van liberale huizen. Zij werden gekozen en niet te licht bevonden door de eerste man van dit kabinet, Ruud Lubbers, Jaap van der Ploeg. Meneer Lubbers, hoe ervaart u het als dat dit kabinet uw naam draagt? Dit is een bijzondere dag, ook allerlei gemengde gevoelens. Op de eerste plaats natuurlijk tevreden, omdat het formateurschap is geslaagd in korte tijd. We hebben hard gewerkt, hebben we nu een kabinet en daar vroeg het land om. Vandaag ook wat weemoed. Uiteindelijk eigenlijk vandaag het definitieve afscheid uit de Tweede Kamer, waar de CDA-fractie een nieuwe fractievoorzitter heeft gekozen. Vandaag ook wisseling van de wacht hier op het departement van Algemene Zaken met de heer Van Acht, met wie ik zoveel jaren samengewerkt heb. En tenslotte een gevoel van ja, morgen gaat het dan echt beginnen. Want dan gaan we aan de slag samen. Met de ploeg die vandaag geformeerd en beëdigd is, om een hele zware klus gezamenlijk te klaren. Dank u wel. De nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking is mevrouw Schol van de VVD. Ze is 38 jaar. Ze was voorzitter van de Emancipatieraad en mag nu het genoegen smaken in het eerste kabinet te zitten dat twee vrouwelijke bewindslieden, twee vrouwelijke ministers stelt. Mevrouw Schol weet van nabij wat het ministerschap aan drukte met zich brengt, want ze is getrouwd met de heer Paars, de minister van Onderwijs, in het eerste kabinet van Acht. Kees Zorgdrager praat met mevrouw Schoo en wie onze uitzending van gisteravond gezien heeft, weet dat ze uitstekend Engels spreekt. Hoe moeten we u noemen, mevrouw Schoo of mevrouw Paes? Mevrouw Schoo, minister Schoo, Eegje Schoo, afhankelijk van wie het is. Vindt u het vervelend om met de naam van uw echtgenoot te worden aangesproken? Het is niet, ik ben er niet aan gewend. Het is me nog nooit overkomen dat ik een tijd in mijn leven heb doorgemaakt waarin dat gebeurt. En ik heet mijn hele leven dus al Schoo. En zo wil ik het graag houden. Uw man heeft een baan in Luxemburg. U heeft nu een baan in Den Haag. Dat is ver uit elkaar, hè? Gaat u dat oplossen? Ja, dat is ver. Dat heeft nadelen. Ik moet zeggen dat ik hem wat dat betreft regelmatig mis. Maar het is de consequentie van de wijze waarop wij leven. Werken is erg belangrijk voor ons, dus we hebben een oplossing. Ja. Uw beroepsverleden is dat van een onderwijskundige. Uw vorige baan was voorzitter van de Emancipatieraad. Ja. En nu is het ontwikkelingssamenwerking geworden. Hoe is dat zo gegaan? Ja, ik kan me voorstellen, dat lijkt er op het eerste gezicht iets heel volstrekt anders. Maar er is één aspect wat met al die dingen te maken heeft. En dat is het nagaan hoe je het beste veranderingen teweeg kunt brengen. Ik heb nu sinds 1975 in een aantal adviescommissies van de regering gezeten. Eerst over één departement, toen over vijf departementen, toen over alle departementen. En al die commissies
hadden tot taak uit te zoeken hoe het beste veranderingen in de maatschappij plaats moeten vinden. Nou, dat aspect, dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk om daar ervaring in te hebben, als je in feite alle ontwikkelingslanden wil veranderen, zodat ze zelfstandig worden en zodat de armoede daar bestreden kan worden. Had u affiniteit met ontwikkelingssamenwerking? Had u er iets mee te maken? Want ik dacht bijvoorbeeld, nou, mevrouw Schoo, die zal wel staatssecretaris van emancipatie worden. Ja, ik moet zeggen dat die gedachte de afgelopen weken ook wel eens bij mij is opgekomen. En niet alleen bij mij. Maar kennelijk werd er bij anderen aan andere dingen gedacht. En de afgelopen weken is het zo gelopen. Ja. En ik ben daar erg blij om, moet ik zeggen. En ook dat er op emancipatiezaken iemand zit waarvan ik denk, nou, daar heb ik alle vertrouwen in. Nou, had u gisteravond nog een competentiegeschil met de minister van Financiën. Hoe is dat opgelost? Ik denk dat het zo is opgelost dat we allebei erg tevreden zijn. Er was een punt dat voor ons niet zo erg belangrijk was. Dat de minister van Financiën heel graag wilde hebben. Maar zijn, wij hebben er iets... Ons? Ons, dat is ontwikkelingssamenwerking. Oh, ja. En wij hebben er dus iets heel belangrijks voor teruggekregen. Dat is het voortouw nemen. Dat betekent in de praktijk dat ik voorzitter ben geworden. Dat de minister van ontwikkelingssamenwerking voorzitter is geworden van een stuurgroep. Die het beleid gaat voorbereiden. Dat te maken heeft met alle punten waar beide ministeries verantwoordelijkheid voor dragen. U zei daarnet, het is voor ons niet zo belangrijk. Maar het was toch een conflict. En heeft... Nou, vergeleken bij wat we nu ervoor teruggekregen hebben, uiteraard. U bent tevreden. We zijn tevreden. Dank u wel. Dat was minister Schoo van Ontwikkelingssamenwerking. U zult meer van haar horen en zien. De nieuwe minister van Financiën is de christendemocraat Ruding. Hij is 43 jaar en afkomstig uit de bankwereld. Het is hier in Den Haag bijna gebruik geworden dat mensen uit de politiek naar de bankwereld gaan. Maar bij Ruding is dus het omgekeerde het geval. Tijdens de laatste dagen van de kabinetsformatie heeft de heer Ruding al laten blijken dat hij prijs stelt op heldere zakelijke afspraken over de rol die het ministerie van Financiën in het nieuwe kabinet moet gaan spelen. Hans Hille praat met minister Ruding. Meneer Ruding, de minister van Financiën, dat weten we allemaal, is de meest centrale minister na de minister-president in Nederland. En u bent zo centraal dat u al bent begonnen moeilijkheden te maken voordat u werd beëdigd. Waarom was dat? Ik ben het met u eens dat dat de minister van Financiën een centrale rol moet spelen, maar het was geen kwestie van moeilijkheden maken. Waar het mij om ging en nog gaat, is dat duidelijk opnieuw werd vastgelegd dat het regeerakkoord, waar ik mij zeer wel in kan vinden, inderdaad de basis is en blijft van het kabinetsbeleid, wat met name voor de minister van Financiën belangrijk is. En ten tweede dat een aantal aspecten van de taakverdeling met andere ministers op een, naar mijn mening, juiste manier wordt vastgelegd. Het eerste punt, het beleid voor de komende jaren, dat was een regeerakkoord. Wat was er nou niet goed genoeg aan? Wat heeft u laten aanscherpen? Het was geen punt van niet genoeg aan. Waar het mij om ging was dat ik met de formateur en ook met mijn toekomstige collega's heb afgesproken dat het regeerakkoord er niet alleen is, en naar mijn mening juist is, maar ook dat dat moet worden nageleefd. En daarover was overeenstemming. Dus het was geen aanscherping, het was een bevestiging. Is 7 miljard ombuigen per jaar voldoende om het financieringstekort 4% omlaag te brengen? U bedoelt 4% in een periode van 4 jaar. Ja. Dat hangt af van de feitelijke ontwikkelingen op een aantal punten. Ook verder de beleidsmaatregelen die genomen worden. Het hangt af ook van, met name zoals u weet, het inkomensbeleid. Ik neem toch wel aan dat die 7 miljard absoluut nodig is. Minimum. Ik neem aan dat het zelfs het minimum is. Ja. Hoe belangrijk is nou het financieringstekort? Het verhaal gaat altijd, als je te hard bezuinigt, krijg je vraaguitval, dan kunnen de mensen minder besteden en dan wordt het financieringstekort alleen maar groter van. Dus daar kijken we nu verder in. Is dat nou zo? Ja, ik ken die redenering. Ik wil wel vooropstellen dat, naar mijn mening, het financieringstekort een essentiële rol speelt in dit geheel. Dat het nodig is dat het financieringstekort, zij het geleidelijk, teruggebracht wordt. Dat is vastgelegd. Natuurlijk is het niet mogelijk, misschien zelfs gevaarlijk, om dat met een enorme sprong te doen. Wanneer je dat zou doen, ontstaat misschien de mogelijkheid van vraaguitval. Ik moet er wel op wijzen dat ook het begrip vraaguitval erg onduidelijk is. Daar weer de meningsverschillen over. Het is een belangrijk aspect wat zich nu waarschijnlijk nog niet voordoet in ernstige mate.
Mocht ze dat ooit gaan voordoen, dan moet dat grondig volgen. Dan zullen we daar rekening mee moeten houden. Kost wat kost, moet het financieringstekort in ieder geval omlaag. Zet u 1% per jaar, minimaal. In het regeerakkoord, nogmaals, waar ik me goed in kan vinden, is vastgelegd dat dat financieringstekort in die 4 jaar met 4% omlaag gaat. En daar moeten we aan vasthouden. Dat bewaakt u keihard. Over de vraaguitval gesproken, meneer Schouten, professor Schouten heeft daar iets op gevonden, belastingverlaging. Dan blijven de mensen hun koopkracht houden en uw financieringstekort gaat toch wat omhoog, maar op de duur haalt u dat toch wel weer in. Wat vindt u van dat plan? Ja, ik ken het plan. U weet, er zijn vele plannen, plan Schouten, vele andere plannen. Plan Schouten bevat wel veel meer dan alleen belastingverlaging. Ik geloof niet dat het erg zinvol is om al die plannen te vergelijken. Waar het mij om gaat, dat is voor mij het kernpunt, is het regeerakkoord. En maar als belastingverlaging, om de koopkracht te redden, ziet u dat zitten voor het komend jaar? In de adempauze bijvoorbeeld? In het regeerakkoord zijn ook passages, zoals u weet, opgenomen omtrent de mogelijkheid, wanneer zich een bepaalde situatie zou voordoen die daar genoemd is, van belastingverlaging. Ik geloof niet dat het nu zinvol is om daar nu over te praten. Het is beter om op dat punt en andere punten ook de regeringsverklaring af te wachten, waarbij we allerlei zaken verder zullen concretiseren. Laatste vraag. U bent veel in het buitenland geweest. Laatste jaren in het buitenland gezeten. Ons land staat er slecht voor. Andere landen ook. U heeft veel rondgekeken. Hoe hopeloos is Nederland? Het woord hopeloos zou ik zeker niet willen gebruiken. De problemen zijn hier ernstig. Zijn ernstiger geworden. Ik geloof dat er veel en sneller wat aan gedaan moet worden. En het nieuwe kabinet meent dat op basis van het regeerakkoord dat kan. Er zijn natuurlijk landen waar de situatie duidelijk beter is economisch, ook landen waar het slechter is. Natuurlijk zijn wij niet het land waar het slechtste gaat in de wereld, maar goed gaat het ook niet. Dus hopeloos is het niet. Dank u wel. U maakte kennis met de heer Ruding, de minister van Financiën. Hij bekleedt een sleutelfunctie in dit kabinet. De nieuwe minister van Defensie is ook een christendemocraat, dat is de heer De Ruiter. Hij is 52 jaar. In de achtereenvolgende kabinetten van acht was hij minister van Justitie. En zelfs de oppositie waardeerde hem. De Ruiter leek vastgebakken aan het departement van Justitie. En daarom is zijn benoeming op Defensie op zijn minst verrassend te noemen. Jaap van der Ploeg interviewt minister De Ruiter. Vindt u het overigens ook wat opvallend? Ja, en ook voor mij verrassend, vanzelfsprekend. Vindt u het jammer om Justitie te verlaten? Ja, ik vind het erg jammer om Justitie te verlaten. Het is een zeer fijn departement waar ik met heel veel plezier heb gewerkt. Waarom dan toch overgegaan naar Defensie? Ja, toen mij ook inderdaad verrassende vragen werd gesteld of ik politieke verantwoordelijkheid voor een ander en ja, ook hoogst belangrijk onderdeel van de regeringspolitiek wil dragen, heb ik na trouwens diepgaand beraad besloten om dat aan te nemen. Had u vroeger ook al belangstelling voor de defensieproblematiek? De defensieproblematiek is altijd problematiek geweest die op het hoogste kabinetsniveau werd behandeld. Bent u zelf in dienst geweest? Ik ben ook in dienst geweest. Zei het dat die diensttijd nu al een jaar of 30 geleden ruw is onderbroken geworden. Maar ik ben inderdaad in dienst geweest. Is het juist dat juist u op deze post bent gekomen dat u gerekend wordt hier op Binnenhof tot de linkervleugel van het CDA? Nou, dat kan ik in geen enkel opzicht bevestigen. Ik ben hier gekomen om vanuit de grondgedachte van het CDA in dit coalitiekabinet een bijdrage te leveren aan de vraagstukken van vrede en veiligheid. En u kunt zich vinden wat daarover staat in de regeerakkoord? Ja, vanzelfsprekend. Anders dan zou ik niet op die basis kunnen werken. Een van de belangrijkste problemen waar u voor komt te staan zijn de kruisraketten. Hoe kijkt u tegen die problematiek aan? Nou, het is nu natuurlijk veel te vroeg en niet de gelegenheid om daar een uitspraak over te doen. Maar wat ik wil is graag meewerken vanuit mijn positie aan vrede en veiligheid. En dat is geloof ik de kern. Uw eigen benoeming was opvallend. De benoeming van uw staatssecretaris, Charles Swietert, was ook opvallend. Waarom hebt u juist hem gekozen? Het was opvallend, verrassend kan ik wel zeggen. En wat mij betreft een blijde verrassing. Hij past heel goed in het profiel dat ik me zo voorstelde van de totale politieke leiding van het departement van Defensie. En ik ben er dus blij mee. Dank u wel. 45 jaar is de nieuwe CDA-minister van Buitenlandse Zaken, de heer Van den Broek. Hij komt uit de oude KVP. Geruime tijd werkte hij bij het AXO-concern, waar hij tot commercieel manager bracht. Van den Broek is een groot voorstander van meer mensen uit het bedrijfsleven in de politiek. In het tweede kabinet vannacht was hij staatssecretaris Europese Zaken op hetzelfde departement dat hij nu gaat leiden. Kees Zorgdrager praat met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, de heer Van den Broek. Ja, meneer Van den Broek, het was een snelle carrière, hè, die u heeft gemaakt. Eerst bij NK, het bedrijfsleven dus. In 76 Kamerlid en in 81 staatssecretaris Buitenlandse Zaken bij Max van der Stoel.
had nog sneller gekund als u van de zomer al minister was geworden. Maar toen zei de heer Van Acht, laat mij het er maar even bij doen. Heeft u dat toen teleurgesteld? Nee, geen zins. Ik denk dat juist de maanden die ik nu tijd heb gehad om tijdens het ministerschap van de heer Van Acht verdere ervaring op te doen, hard nodig was om de verantwoordelijkheid die me dan nu is toevertrouwd werkelijk te kunnen dragen. Dus wat dat betreft van een teleurstelling op dat moment, 6 maanden nadat ik staatssecretaris was geworden en uiteindelijk te wijken voor een man van wie we weten dat hij grote buitenlandse belangstelling had en meer nog ook een groot respect in het buitenland afdwong. Nee, van enige teleurstelling echt kunt u niet spreken. Had u tijdens die maanden met de heer Van Acht het gevoel dat u langzamerhand werd voorbereid op het ministerschap? Nee, ook daar moet ik heel eerlijk nee op zeggen. Waar ik me op voorbereid is datgene waar ik in ieder geval op hoopte, is dat ik het werk als staatssecretaris van Europese Zaken zou mogen voortzetten. Daarbij eigenlijk helemaal niet denkend zelf aan de mogelijkheid dat ik minister zou worden. Ja. U wordt nou wel minister en de staatssecretaris wordt de heer Van Ekelen van de VVD. Ja. Die gaat dus het werk doen wat u tot dusver hebt gedaan. Dat is de bedoeling. Hoe ziet u de samenwerking tussen u beiden? Die zie ik met erg veel vertrouwen tegemoet. Ik ken de heer Van Ekelen, ik waardeer hem zeer. En ik neem aan dat hij ook met de grote buitenlandse ervaring die hij heeft, omdat hij eerder op het ministerie heeft gewerkt, dat we een zeer goed team zullen kunnen vormen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Nederland is in het buitenland het kleine landje met het opgeheven vingertje. Spreekt u dat aan, dat opgeheven vingertje, of zegt u nee, zo moet het niet? Nou, daarmee wordt dan waarschijnlijk bedoeld dat we wellicht op het buitenland wel eens een wat moraliserende indruk kunnen maken. Maar zolang dat verbonden blijft aan onze intentie om te blijven vechten voor de mensenrechten, een zaak die internationaal zo zeer in de aandacht staat en waar ook internationaal nog zo vreselijk veel aan te doen is, ben ik niet zo vreselijk bang van het verwijt, voor het verwijt. Maar ik denk wel dat de manier waarop je je standpunten uitdraagt, daar wel verschil in maakt. U zegt niet, buitenlandse politiek en ethiek, die hebben niks met elkaar te maken. Oh, die hebben wel degelijk met elkaar te maken. Ook buitenlands beleid wordt gevoerd op basis van zekere, ook ethische beginselen. Ja. Zeker wat mij betreft. Nou, een man als Jan-Nico Scholten, bijvoorbeeld uit de CDA-fractie, die doet erg veel ethiek in zijn buitenlandse verlangens. Hè? Bijvoorbeeld wat betreft de olieboycott tegen Zuid-Afrika. Daar zijn hartstochtelijk voorstander van. Hoe staat u daar tegenover? Nou, ik wou zeker nu politiek inhoudelijk geen nadere opmerkingen maken vanwege de afspraak die, zoals u weet, is getroffen binnen het nieuwe kabinet om de regeringsverklaring af te wachten alvorens we politieke uitspraken doen. Maar ook mijn standpunt ten aanzien van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime moet volstrekt duidelijk zijn dat ik dat verwerpelijk vind. En dat is ons fractiestandpunt geweest, is het standpunt van opeenvolgende regeringen geweest. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook het standpunt van de nieuwe regering is. In het verleden heeft u in de CDA-fractie wel eens hard botst met die loyalisten en hun olieboycott. Hè? Is dat nou een terrein waarvan u zegt, nou, ik moet toch een beetje rekening gaan houden met, in mijn ministerschap met die linkervleugel van het CDA? Ik moet zorgen dat ik daarmee een beetje goede verstandhouding ga maken. Ik denk dat het in het algemeen erg belangrijk is voor de regering en voor elke afzonderlijke bewindsman om te zorgen dat hij voor zijn beleid voldoende steun krijgt in de Tweede Kamer. Nou, dat zal ook gelden voor het Zuid-Afrika-beleid, maar ik verwacht dien aanzien niet specifieke moeilijkheden vanuit de CDA-fractie. Dank u wel, meneer Van den Broek. Graag gedaan. Mevrouw Smit-Kroes kent u ongetwijfeld nog wel. Ze is 41 jaar en gaat het departement voor verkeer van Verkeer en Waterstaat leiden. En ten tijde van het kabinet Van Acht Wiegel was er al staatssecretaris. Ze deed toen vooral van zich spreken om de wereld van het Nederlandse transport aan de man te brengen. En als dochter van een transportondernemer kostte dit haar uiteraard niet al te veel moeite. Centamateurs mochten van haar vrij gebruik maken van de eten. En voor de komende tijd staat de verhoging van de maximumsnelheid op haar programma. Althans, het is de vraag of dat nog zo is. Hans Hille praat met haar. Mevrouw Smit, het was waarschijnlijk uw opvallendste verkiezingsbelofte, de maximumsnelheid op de wegen naar 120 km per uur. U bent nou minister, wat mag ik gaan rijden straks naar huis toe? In ieder geval vanavond op die wegen waar 100 km als maximum geldt, niet harder dan 100 km. Maar ik heb het over vanavond. We moeten de maximumsnelheden in heel Nederland op de diverse wegen goed gaan bekijken. En mijn stelregel is, en als ik zeg mijn stelregel, dan bedoel ik mijn partij en bedoel ik ook de stelregel van het CDA, dat als je een maatregel uitvaardigt die niet als zinvol ervaren wordt,
dat die dan ook in de meeste gevallen niet nageleefd wordt. Veel auto's rijden te hard, dus ze houden zich er toch niet aan. Ja, dus wat is de achtergrond achter deze gedachte? Van ga kijken op welke wegen in de stad, buiten de stad, de meest verantwoorde snelheid voorgeschreven zou moeten worden. Dat betekent dat je op sommige plaatsen aanmerkelijk lager dan wat nu toegestaan is, zou mogen rijden. Bijvoorbeeld 30. Maar op andere plaatsen waar het voorkomen als zinloos wordt ervaren, dat je dan ook iets harder dan 100 kilometer zou mogen rijden. Wanneer wilt u dat ingevoerd hebben? Ik vind dat we met een goed rapport over die hele problematiek bij de Kamer moeten komen. En dat we daar zinvol over moeten praten. En noemt u zijn tijd binnen een jaar of zo? De algemene instelling van het totale kabinet is om dingen gelijk ter hand te nemen. En u kan ervan op aan dat ik zeker snel aan het huiswerk zal gaan. Als minister van Verkeer en Waterstaat bent u verantwoordelijk voor de dijken en de wegen. Daar zit veel werkgelegenheid in. Als er tenminste aan die wegen en dijken wordt gewerkt. Er zijn de laatste nogal wat klachten dat er te weinig gebeurt. En uw voorganger minister Zeevalking zei dan, dat is niet waar, want als je langs de weg rijdt, zie je altijd al die hoedjes staan. En iedereen ergert zich er elke dag aan, die wegen worden best onderhouden. Als ik die hoedjes zie staan, zijn het meestal mensen die die middenberm aan het snoeien zijn. Gaat u inderdaad iets doen aan de wegen, meer aan het wegenonderhoud en wegenaanleg? Twee opmerkingen als antwoord op die vraag. Uiterst belangrijk om te kijken het onderhoud van de wegen, dat dat ook in het kader van de verkeersveiligheid verantwoord is. Zowel voor de dijken als voor de wegen gaat op dat we daar heel nauwgezet naar moeten kijken. Een prioriteitenlijst zullen we maken. Er is in het regeerakkoord, zoals u gezien heeft, zeker ten aanzien van investeringsdepartementen, en een van de grootste investeringsdepartementen is Verkeer en Waterstaat, een groot bedrag veilig gesteld. En ik ben ervan overtuigd dat binnen het kabinet, juist vanwege die twee argumenten, veiligheid voor haven en goed en voor de veiligheid van de weggebruiker, en dan als tweede argument de werkgelegenheid, dat daar grote aandacht voor zal bestaan en dat we stappen verder kunnen komen. Laatste punt, uw eigen hobby, de postbank. Komt die er? Overigens, dat is geen eigen hobby. Ik vind de gelddiensten van de PTT buitengewoon waardevol. Een dienst die in het verleden heeft bewezen onmisbaar te zijn. En ik vind dat die gelddiensten ook de kans moeten krijgen om voor te blijven bestaan. We gaan daar binnen het kabinet over praten wat daar de beste formule voor zal zijn. Dank u wel. Dat was mevrouw Smit-Kroes en u zult haar foto weer regelmatig in de kranten tegenkomen. Daar twijfel ik niet aan. De heer Brak, 49 jaar, wordt minister van Landbouw en Visserij in het kabinet Lubbers. Hij was dat al eerder voor een korte periode nadat in het eerste kabinet van acht interne verschuivingen plaatsvonden. De christendemocraat Brak is afkomstig uit de KVP. Voor zijn kamerlidmaatschap werkte hij als landbouwraad bij de Nederlandse vertegenwoordiging van de Europese gemeenschap. Het groene front van boeren en tuinders kent hij uitstekend. Kees Zorgdrager ondervraagt de nieuwe minister. Meneer Brak, u wordt altijd getypeerd als een boerenzoon uit de Peel. Zegt u daarvan, laat dat nou maar eens weg? Of zegt u, ja hoor, een boerenzoon, dat wil ik nog steeds zijn? Nou, ik wil zeker nog wel een boerenzoon zijn. Als zodanig zie ik zeker niet met teleurstelling terug op de tijd dat ik op de boerderij van mijn vader werkte gedurende een betrekkelijk lange tijd. Aan de andere kant ben ik het ook met u eens. Ik denk dat het mij typeren met het begrip boerenzoon toch tekort gedaan wordt aan de activiteiten die ik heb ontwikkeld in de periode nadat ik boerenzoon was. Dat is nu zo'n 25 jaar lang. En daarbij ben ik wel heel sterk met agrarische activiteiten bezig geweest, maar niet op de boerderij. Kunt u in het kort iets over die loopbaan vertellen, vanaf de boerderij naar de landbouwpolitiek? Ja, in het kort is eigenlijk moeilijk. Maar velen van mijn generatie zaten zo in de begin 50er jaren maatschappelijk erg zwak. Ze moesten of emigreren of als ongeschoold arbeider de industrieën. En door hele toevallige omstandigheden ben ik als het ware opnieuw naar school gegaan. Naar de schoolbanken terug, ook bijna in de letterlijke zin. En, en dan tot en met Wageningen toe, hè? Ingenieur Wageningen. Ja, ik heb nadien ook de Landbouw Hogeschool in Wageningen afgelopen. En dat, toen ik daar in 64 afstudeerde, was juist het overleg met betrekking tot het op gang brengen van de EEG erg belangrijk. Dat trok mij aan, misschien ook wel een beetje geïnspireerd door de ervaringen die je nog uit de oorlog had, hè, het verbroederen van de Europese volkeren. Desalniettemin, daar beet zich toen een gelegenheid voor om via het ministerie van Landbouw daar
bij betrokken te worden. En ik ben sindsdien eigenlijk een jaar of 15 lang op vele plaatsen altijd met dat Europese integratieproces bezig geweest. Als ambtenaar? Als ambtenaar bij de overheid. Maar ik ben ook nog een paar jaar secretaris van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond geweest. Ja. Een hele grote regionale boerenbond. En dat heeft met zich meegebracht dat ik inderdaad op dit moment terug mag zien op een vrij ruime ervaring. Ja. Alle aspecten van de landbouw zo'n beetje rakende. Ja. In 1980, tijdens de rit van het eerste kabinet van Acht, toen werd u ineens minister. Maar in het tweede kabinet van Acht, toen was er ineens geen plaats meer voor u. Dat moet een geweldige teleurstelling voor u zijn geweest. Hoe heeft u die teleurstelling verwerkt? In de persoonlijke sfeer was dat ook wel teleurstellend. Het deed ook wel een beetje pijn. Maar ik heb me onmiddellijk gerealiseerd dat dat de consequentie is van het politiek bedrijven. En dat is nu eenmaal een ongewis vak waarbij je met allerlei onzekere factoren rekening moet houden. Misschien had ik er op dat moment nog onvoldoende rekening mee gehouden. En het feit dat het me toen om die reden overkwam, heeft me denk ik een extra politieke ervaring opgeleverd. En zo heb ik me ook zo'n beetje opgesteld dit jaar. Maar u bent erg gelukkig dat u nu weer op de stoel zit, hè? Aan de ene kant wel. Ik voel me erg thuis in de sfeer van de landbouwpolitiek en de Europese politiek. En daar mag ik me mee bezig zijn. Aan de andere kant realiseer ik me ook dat de problematiek waar we voor staan enorm moeilijk is. We moeten heel snel zijn, maar ik wou nog één ding aan de orde stellen. Landbouw krijgt voor het eerst een staatssecretaris. Dat wordt de heer Ploeg van de VVD. De luitenant-kolonel, denk ik altijd. En een stukje van CRM, het groene stuk van CRM, natuurbehoud en openluchtrecreatie, gaat naar landbouw. Onder die nieuwe staatssecretaris. Nou is mijn vraag, natuurbehoud en het groene front, dat zijn eigenlijk altijd natuurlijke belangen vijanden geweest, hè? Gaat dat wel goed met dat natuurbehoud? Ik herken dat er een spanningsveld ligt tussen de beiden. Ik heb ze altijd wat onnatuurlijk gevonden, want er is erg veel verwantschap tussen de natuur en landbouw. Maar boeren willen altijd meer land erbij hebben, ook natuurgebied. Daar willen ze akkers van maken. Het gevecht om de ruimte in een dichtbevolkt en betrekkelijk klein land als het Nederland is een belangrijk politiek gegeven. En ik denk dat het juist goed is dat dat afwegingsproces ook in één politieke hand komt. En dan tot overwegingen aanleiding kan geven waarbij beide aspecten tot hun recht komen. Dank u wel. Dank u wel. Dat was de heer Braks, de minister van Landbouw in het kabinet Lubbers. De liberaal Rietkerk wordt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Hij is 54 jaar en Rietkerk was al een staatssecretaris op sociale zaken en volgde later Hans Wiegel op als fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. In zijn nieuwe functie zal hij vooral te maken krijgen met de ambtenaren. Die staan al klaar om actie te voeren tegen extra kortingen op hun salaris waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is. Jaap van der Ploeg praat met de heer Rietkerk. Wat kunnen de ambtenaren van u verwachten, meneer Rietkerk? Zij kunnen van mij verwachten de bereidheid om tot een goed overleg te komen over de problemen. Van de Schreur van de ambtenaarbonden, die zou bellen, wil met u praten. Heeft u al gebeld? Ik heb begrepen, hij had gezegd dat hij mij een uur na de beëdiging zou bellen. Ik heb begrepen dat hij al een uur daarvoor heeft gebeld. En ik kan u zeggen dat ik natuurlijk bijzonder graag zal ingaan op zijn wens om op zo kort mogelijk termijn een kennismakinggesprek met hem en met de andere voorzitters van de centrales te hebben. Wanneer gaat u praten? We hebben de bedoeling om maandag dat eerste contact te hebben. Wat heeft u de ambtenaren te bieden? Blijft u vasthouden aan het principe dat de ambtenaar meer moet inleveren dan de mensen in het bedrijfsleven? Wij hebben de afspraak gemaakt dat wij met de vakcentralen en de werkgevers met de sociale partners contact zullen opnemen om op zo kort mogelijk termijn over deze hele problematiek, over de adempauze te spreken. De ambtenaarorganisaties maken ook onderdeel uit van de vakcentrales en dan zal die zaak daar uiteraard ook bij aan de orde komen. Maar hoe kunt u een dreigende staking voorkomen? Ik dacht dat als er nog geen overleg gevoerd is, spreken over stakingen toch wel wat voorbarig is. Een ander onderdeel van uw portefeuille betreft de politie. De VVD heeft zich nogal sterk gemaakt voor een ook sterke politie. Wat gaat u concreet doen? Ik dacht dat ik samen met collega Kortals Altes er graag alles aan wil doen om de veiligheid van de burgers te vergroten. Daarvoor is onder andere nodig een aantal reorganisaties binnen de politie. En ik geloof dat wij daar samen hard aan zullen werken om dat te verbeteren. Maar ook meer politie? Dat hoeft op zich niet, omdat je natuurlijk ook met dezelfde mensen
door een herorganisatie de taken anders kunt verdelen en op die manier beter het werk kunt doen. Ik sluit niet uit dat er, en dat is ook al beslist, dat er met name voor grotere steden en voor gemeenten die in groei zijn, ook nog versterking in getal mogelijk is. Maar op zichzelf is dat niet het eerste punt waaraan gewerkt moet worden, geloof ik. Dank u wel. De 56-jarige Jan de Koning wordt de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is ook minister voor Nederlands-Antilliaanse Betrekkingen. Hij is lid van het CDA en afkomstig uit de anti-revolutionaire partij waarvan hij ook voorzitter is geweest. In het eerste kabinet van acht was hij minister van Ontwikkelingssamenwerking. En daarna werd hij, eigenlijk vrij onverwacht, minister van Landbouw in het tweede kabinet van acht. Nu zal hij dus het zware departement van Sociale Zaken leiden, dat ook in de komende jaren midden in de vuurlinie van de bezuinigingen zal staan. Hans Hille praat met de heer De Koning. Meneer De Koning, het gerucht gaat hier in Den Haag dat u niet rust voordat u alle departementen een keer gehad hebt. Die ambitie heb ik niet en ik heb nu bij de leeftijdsopgave van mijn collega's gezien dat ik ook te oud ben om die ambitie met vrucht te kunnen koesteren. Maar drie is niet slecht, hè? Drie is vrij veel, ja, zelfs. Ja. U gaat in de vuurlinie staan, zei Henk Visser net al. In de eerste plaats krijgt u de onderhandelingen met de sociale partners, met de werkgevers over de komende jaren over het loonbeleid. De werkgevers, de vakbonden met name, hebben al wat dreigende taal laten horen. De nodige schoten voor de boeg zijn al gevallen. De adempauze. De invulling daarvan is daarin belangrijk. Wat gaat u doen in die adempauze? Wel, het belangrijkste doel van die adempauze is om tijd te vinden om overleg te voeren, om op basis van het overleg maatregelen voor te stellen die in de Kamer te laten behandelen. Dat kost tijd en die tijd proberen we te vinden door wat men dan eens gaat noemen de adempauze, conform de term die de informateur de heer Scholten heeft gebruikt. Maar wordt het een bevriezing van lonen en prijzen allemaal, ook van de overheid? Dat is een van de eerste dingen waarover we moeten praten. Morgenmiddag zal het kabinet daar een begin mee maken. Het is natuurlijk buitengewoon belangrijk, juist voor de sociale partners, om exact te kunnen definiëren wat die adempauze nu gaat inhouden. Er zijn al de nodige acties aangekondigd. Ik denk het onderwijsveld, ambtenaren. Bent u niet bang voor vier zeer roerige jaren? Dat zou kunnen. Daar is natuurlijk op zich ook wel reden voor. Alleen ik denk dat iedereen die nadenkt, die de situatie van onze economie bekijkt, die zich rekenschap geeft van het aantal mensen wat geen werk kan vinden, toch zal begrijpen dat het voeren van acties in de vorm van stakingen niet bijdraagt tot het vinden van een oplossing. Waar het om gaat is om een sociaal beleid te ontwerpen wat gericht is op versterking van de economie, opdat die economie beter dan tot nu toe in staat is om de kosten van dat stelsel, dat sociale stelsel, te kunnen dragen, omdat die economie beter in staat is om de vraag naar uitkeringen uit dat sociale stelsel te doen afnemen. Ja, maar pijn lijden dus voor iedereen, maar ook voor iedereen eerlijk. Wat doet u dan met de uitkeringen? Koppelen? Ontkoppelen? Wij zullen natuurlijk het uiterste moeten doen om te proberen de inkomens van de inactieven in de pas te laten lopen met de inkomens van de actieven. Maar dat vraagt dan ook grote zelfbeheersing van de kant van de actieven. En ik denk dat dat een van de belangrijkste onderwerpen is die we met de sociale partners moeten bespreken. Toen meneer Den Uyl een jaar geleden minister van Sociale Zaken werd, plakte hij het woord werkgelegenheid aan sociale zaken vast. Dat is blijven staan, dat woord. Wat voor werkgelegenheid gaat u brengen? Want in het regeerakkoord blijkt dat niet. Ik denk dat de tijd voorbij is dat wij miljarden guldens konden stoppen in ambitieuze werkgelegenheidsplannen. Ik denk dat het er ook veel meer om gaat om de economie als geheel te versterken. Dat is de beste bijdrage die we kunnen leveren aan herstel van de werkgelegenheid. En dan kan werkgelegenheid bij elk ministerie erbij staan? Ik denk inderdaad dat werkgelegenheid scheppen niet het monopolie moet zijn van het ministerie van Sociale Zaken. Dat het in tegendeel een samenspel moet zijn tussen een groot aantal ministeries. Dank u wel. U zag de heer De Koning, een man die het in de komende tijd heel druk en heel zwaar gaat krijgen. De minister van het departement met een nieuwe naam, welzijn, volksgezondheid en cultuur, laten we dat laatste vooral niet vergeten, is de heer Brinkman van het CDA. En ook de heer Brinkman zelf is een nieuwe naam. Hij is 34 jaar en dat maakt hem de jongste van de nieuwe regeerploeg. Brinkman heeft een bliksemcarrière gemaakt en na zijn studie aan de Vrije Universiteit stoot hij razendsnel door naar de ambtelijke top van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij is wat je zou kunnen noemen een ontdekking van Hans Wiegel. De keus van Brinkman op welzijn, volksgezondheid en cultuur is eerder een zakelijke dan een politieke. Op dit moment praat nu Kees Zorgdrager met de heer Brinkman. Meneer Brinkman, gisteren nog ambtenaar en vandaag politicus. Nou is het een gangbare opvatting dat je van een ambtenaar geen politicus moet maken. Want de redenering is dan, een politicus, dat is een heel ander mensensoort.
U kent die redenering natuurlijk. Hoe staat u daar tegenover? Ik denk dat dat toch een beetje een miskenning is van de werkelijkheid in Den Haag. Er is een heel nauwe relatie gegroeid tussen ambtenaren en politici, vooral de topambtenaren en de politici. Ze hebben elkaar vreselijk nodig. De politici kunnen niet alles weten, hoeven ook niet alles te weten. Daarvoor hebben ze hun ambtenaren omgekeerd. Ambtenaren zien de laatste tijd vooral dat bewindslieden heel vaak wisselen. Ze willen toch een aantal dingen in hun beleid gerealiseerd zien. Ze zouden dus graag zien dat ze wat meer greep krijgen op die politiek. Als je op zo'n plaats zit als topambtenaar, dan ben je daar zo nauw bij betrokken dat je ook graag op een gegeven moment wel die overstap wilt maken. Ik heb in het verleden nogal eens wat kritische opmerkingen gemaakt over de besluitvaardigheid van kabinetten, van bewindslieden in het algemeen. Dat is natuurlijk wel een achteraf bezien een slordige opmerking geweest, omdat je er ongetwijfeld nu aan gehouden zult worden. Maar uw handen jeukt eigenlijk om het ministersambt te gaan vervullen? Dat niet. Het vragen komt toch wel onverwachts uiteindelijk. Maar u zegt eigenlijk, karakterologisch neig ik meer naar de politicus dan naar de ambtenaar. Want de ambtenaar is in Nederland altijd zo gehoorzaam en doet precies wat hem wordt opgedragen. Dat soort beeld. Nou, je bent natuurlijk altijd in een adviesfunctie werkzaam. Je kunt uiteindelijk nooit zelf iets afmaken. Je kunt verschillende varianten voor het beleid aandragen. Maar uiteindelijk, de keuze wordt door een ander gedaan. In mij zit wel iets gebakken van verantwoordelijkheid willen dragen. Moeilijke dingen doen. Nieuw voor u zal zijn de omgang met de Kamer. Ziet u daar tegenop? Als ik eerlijk ben, zeker die eerste keer zal niet makkelijk zijn. Ja. Hoe ver bent u geworteld in het CDA? U bent een antirevolutionair van huis uit. Hè? Maar hoe hecht zijn uw bindingen met het CDA? Ik ben al gedurende enkele jaren rechtstreeks lid van het CDA. Ik denk ook dat het goed is dat we toch proberen die partij als eenheid naar buiten te brengen. Omdat er weliswaar zeer veel verschillende geloven en geloofsovertuigingen zijn. Maar ik denk toch dat het goed is dat we proberen dat als eenheid naar buiten te brengen. Versplintering hebben wij weinig aan. Behalve beleid voeren, wat u zo graag doet, zult u nou ook CDA-verlangens moeten gaan realiseren. Dat is natuurlijk iets heel nieuws voor u. Jazeker, maar ik ben nogal uit overtuiging lid van die partij. Alleen, ik wil nadrukkelijk niet alleen en uitsluitend als partijman op dat departement zitten. Je bent bewindsman voor het hele volk, voor al die verschillende groepen die verlangen dat een regering niet alleen de eigen partijbelangen nastreeft, maar vooral ook het algemeen belang. Ja. U gaat naar het departement wat tot gisteren heette CRM. Wat is daar nou van overgebleven? Kunt u dat eens uitleggen? Er is een zeer belangrijke taak bijgekomen, de volksgezondheid. Er is een kostbare taak, een helaas kostbare taak afgegaan, de bijstand. Er is afgegaan, althans dat is in ieder geval in principe beslist, het natuurbeheer. En er is in ieder geval gebleven, en dat hebben we ook in de naam van het departement zeer nadrukkelijk tot uitdrukking willen brengen, de zorg voor de cultuur, de zorg ook voor de vrije tijd, de zorg voor de sport. Dat zijn belangrijke zaken in een tijd waarin de mensen steeds meer gedwongen zijn in veel gevallen om hun uren niet op kantoor of op het werk door te brengen. Ik heb gelezen, vanmiddag is beslist dat het departement heet Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Cultuur Zeker. Is eraan toegevoegd, hè? Vele verzoek. Wat voor afkorting wordt het? WVC. Ik moet daar nog aan wennen. Ja. De volksgezondheid, daar komt een staatssecretaris voor van het CDA. Is het al bekend wie dat wordt? Nou, ik hoop kan dat vandaag nog worden beslist. Ja. Wat zijn er terreinen waarvan u zegt, nou die zitten in mijn partij en daar ga ik eens op af? Ja, partij, ik zei... In mijn portefeuille. In mijn portefeuille zitten een aantal zeer belangrijke zaken, alleen al blijkens het regeerakkoord mag ik er één noemen, het mediabeleid. Dat zal ongetwijfeld ook uw aandacht hebben. Dat is een zaak die al heel lang speelt. Er zijn ook bepaalde ontwikkelingen in de techniek die ons toch ook dwingen om bepaalde beslissingen te nemen, principiële maar ook praktische. Ik ben graag bereid om al die verschillende opvattingen die over dit onderwerp kennelijk blijken te leven, zeer zorgvuldig te wegen. Ik denk dat het niet verstandig is om nu al te roepen het moet zus of het moet zo. Laten we wel proberen in alle rust tot een oplossing te komen die zoveel mogelijk mensen tevreden stelt. Ik geloof niet dat we op dit punt één bepaalde groepering tevreden moeten stellen. We moeten dat met elkaar zien uit. Als u de tijd krijgt, als u er 4 jaar zit, dan komt er in die 4 jaar eindelijk een mediabeleid van de grond. Ik vind dat een belangrijke taak van het departement. En ik heb ook al geconstateerd dat men daar zeer actief mee bezig is. Maar men wacht uiteraard op beleidskeuze. Dank u wel. U zag de heer Brinkman, een nieuw gezicht in een nieuw kabinet. Het heeft erom gespannen of de heer Deetman, hij is 37, terug zou komen als minister van Onderwijs en Wetenschappen. Het leek er even op dat deze CDA-minister afkomstig uit de oude CAU Lubbers zou opvolgen als fractievoorzitter van dat CDA. Maar Deetman blijft nu minister op het departement waar hij vorig jaar als staatssecretaris binnenkwam onder Partij van de Arbeid minister van Kemenade. Ook Deetman zal de komende jaren flink moeten bezuinigen. Klassen zullen groter worden en ook lerarensalarissen zullen niet buiten schot blijven.
Hans Hille spreekt nu met de enige minister die bleef zitten waar hij zat. Meneer Deenman, om meteen maar eens een hete koe bij de horens te vatten. U hebt vandaag van de onderwijsbonden te horen gekregen dat die extra salariskorting voor onderwijsgevenden van 1,65% weg moet. Dan krijgt u een week bedenktijd voor en dan niet, dan wordt het oorlog met de bonden. Gaat die korting weg? Men moet zich realiseren dat wanneer die korting weggaat, er een gat van 270 miljoen in de onderwijsbegroting 1983 gaat ontstaan. Dat moet dan gedicht worden en dat kost arbeidsplaatsen. Dat betekent dat wij voor enkele duizenden arbeidsplaatsen meer moeten afbreken in de sector van het onderwijs in 1983. Dus die korting gaat niet weg? Het lijkt mij niet juist. Het lijkt mij dat wanneer we die korting doorvoeren, daardoor meer mensen werk kunnen vinden in het onderwijs. En ik moet er nog aan toevoegen dat er de kans is, wanneer terzijnertijd de onderwijssalarissen geherstructureerd worden, dat dan die korting van die 1,65 weer afgebouwd kan worden naar nul. Het lijkt me, als die kans er is en wanneer we enkele duizenden mensen extra in het onderwijs aan het werk kunnen houden, dat we die kans moeten grijpen. Ja, nou is het verhaal van als ik op de salaris wat bezuinig, kunnen de mensen meer aan het werk blijven, natuurlijk altijd geldig. Dat wil zeggen dat u voor elke bezuiniging kunt gaan korten. U gaat niet meer korten dan die 1,65%? Nee, dat is absoluut niet mijn plan. Ik heb per saldo gekozen om een korting toe te passen, omdat er een kans is dat die korting in de jaren 80 weer kan worden afgebouwd. En daarmee bereiken we dan, door die korting, dat er mensen aan het werk kunnen blijven. Maar voor de rest worden de onderwijsgevenden gelijk behandeld als alle ambtenaren. Jazeker. Ja. Ander punt, middenschool. Ed Nijpels vertelt tegen iedereen die het maar horen wil dat de middenschool in de ijskast is beland. U heeft vorig jaar er een nota van doen uitkomen over juist over die middenschool. U heeft inderdaad de middenschool blijmoedig zelf in de ijskast gezet. Geenszins. Over die nota wordt overleg gevoerd met de onderwijsorganisaties. En dat overleg zal worden voortgezet, zo is in het regeerakkoord afgesproken. En vervolgens, zo is in het regeerakkoord afgesproken, zullen er naar aanleiding van dat overleg en die nota conclusies worden getrokken. En die conclusies zullen in een wetsontwerp worden vastgelegd. Ja, maar dat duurt jaren. Dan heeft meneer Nijpels gelijk. Gaat u ook verder experimenten? Is er geld voor beschikbaar? Zeker. In 1983 zullen die conclusies worden getrokken. Volgend jaar dus? Die zullen in een wet worden vastgelegd. En op grond van die wet zullen er verder experimenten kunnen plaatsvinden. Zal er ontwikkeling en vernieuwingsbeleid worden gevoerd? Zullen er projecten worden bekostigd? Ik zou het zo willen zeggen. De lijn die in het afgelopen jaar is ontwikkeld en waar ik mij sterk voor gemaakt heb, zal doorgaan. De middenschool is niet van de baan. We hebben nadrukkelijk afgesproken dat in de komende kabinetsperiode met betrekking tot het al dan niet beslissen invoeren van een middenschool geen beslissing zal worden genomen. Maar het ontwikkeling- en vernieuwingsbeleid ter zake loopt door. Dank u wel. Volstrekt nieuw in de Nederlandse politiek is de heer Wint Semius. Voor de VVD gaat hij het uitgebreide ministerie voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieuhygiëne leiden. De heer Wim Semius is 40 jaar. Hij was organisatiedeskundige bij het bureau McKinsey. En hij wordt nu ondervraagd door Kees Zorgdragen. Meneer Wint Semius, wat beweegt een man uit het bedrijfsleven om in de politiek te gaan? Nou, het meest simpele vorm zou je denk ik kunnen zeggen om een keertje te doen wat je anders geadviseerd hebt. Was het een verrassing voor u dat u werd gevraagd door de VVD? Ja, zonder enig twijfel. Was u iemand die politiek actief was in de VVD? Nee. Nou, bent u een organisatiedeskundige van het bureau McKinsey dat de efficiëntie nastreeft? Onder andere, pas op. Maar nou is de politiek een prachtig bedrijf, maar om nou te zeggen dat het er erg doelmatig toe gaat, erg efficiënt, dat bepaalt niet. Hè? Bent u daarop voorbereid? Nou, ik heb een geweldige hoeveelheid werk in Den Haag gedaan. In die zin ben ik daar denk ik op voorbereid. Wat voor soort werk? Nou, we hebben projecten gedaan met het ministerie van Buitenlandse Zaken. In dat tijd toen de commissie Thomassen bezig was te kijken naar de integratie van de personeelsdienst van het ministerie in de buitenlandse posten. Veel werk voor economische zaken gedaan. Maar dat is allemaal aan de rand van de politiek. Het is niet in de politiek. Zonder enige twijfel. Ja. Uw omgang met de Kamer, wat verwacht u daarvan? Je moet het afwachten. Ik verwacht dat het positief zal zijn. Ja.
Meneer Cenk Willink, die is regeringscommissaris voor de reorganisatie van het overheidsbestuur, die heeft een open brief aan de nieuwe ministers geschreven en die heeft gezegd: ja, jullie denken nou wel dat je kunt gaan besturen en dat je van alles kan gaan doen aan maatregelen, maar zet dat maar uit je hoofd, want er wordt aan alle kanten aan je getrokken en de procedures zijn zo log. Heeft u zich daarop voorbereid? Nou, ik kreeg de brief van meneer Cenk Willink vanochtend om 6:40, dus ik heb me niet helemaal kunnen voorbereiden met zijn brief. Ik denk dat je heel reëel moet zijn, dat je van de 5 dingen die je gedaan wil krijgen, er 1 gedaan krijgt. Maar dat is een aardig gemiddelde, denk ik, ja. Het ministerie waar u naartoe gaat, dat is volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Die 2 waren er altijd al. En daar is aan toegevoegd milieuhygiëne. U gaat doen... Niet toegevoegd. Sorry, ze zijn samengevoegd, maar dat is wat anders dan toevoegen. Nou, aan het vroegere departement van volkshuisvesting is toch nu de milieuhygiëne toegevoegd? Nee, niet toegevoegd, ze zijn samengevoegd. Samengevoegd, goed. U gaat doen de milieuhygiëne en de ruimtelijke ordening. Primair, ja. En staatssecretaris Broks van de CDA de volkshuisvesting en de stadsvernieuwing. Nou is die dat verdediging van dat milieu is tot dusver altijd een zaak geweest voor gegrepen vechters, hè, voor dat milieu. Voelt u zich ook zo'n gegrepene? Als u me vraagt of een vechter, denk ik het wel, ja. Ja. Ik denk dat het belangrijk punt is en dat de moeite waard is om daar achter te gaan staan. Heeft u verwantschap met die milieubescherming? Verwantschap met de milieuhygiëne. Ik denk dat iedereen dat heeft. Milieuhygiëne. Als je heel simpel de bosatlas neemt van nu, en dan heb je kaartje in staan 1965 en nu. Wat het waterverontreiniging en luchtverontreiniging is. Moet je eens kijken wat een verschil dat is. En ik denk dat iedereen daarmee gegrepen is. Dat het gewoon een belangrijk onderwerp is. En belangrijk genoeg om je actief voor in te zetten. Nou staat het bedrijfsleven altijd een beetje op een natuurlijke gespannen voet met de milieuhygiëne. Want de eisen van het milieu aan het bedrijfsleven kosten geld. U moet dus tegen het bedrijfsleven in. Nou, ik heb het VNO en het NCW hebben een nota geschreven op dit gebied. Ik heb hem niet gelezen nog. We hebben zelf het voorjaar een voordracht gedaan op dit onderwerp. En wij denken dat je binnen de normen die je als maatschappij gesteld hebt op dit gebied een weg kan vinden waar die normen bestand blijven, waarbij je beter kan leven met die normen. En dat is het doel wat ik dus wat dat betreft zou willen proberen na te streven. Hoe zijn de eerste dagen in de politiek u bevallen? Wat vond u van dit hele circus? Dat is een mooie vraag. Het is een beetje de vraag van groots en meeslepend wil ik leven, ben ik bang voor. Wat bedoelt u? Krijg u dat gevoel? Nou, het gaat met enorme stroomversnelling natuurlijk op het ogenblik. En dat is zonder enige twijfel interessant om mee te maken, maar ook het echte werk moet nog beginnen. Veel succes daarmee. Dat was de heer Winsemius, een nieuw gezicht ook in de Nederlandse politiek. De nieuwe minister van Justitie is de heer Korthals Alters. Hij is 51 jaar en lid van de VVD. Minister Korthals Alters kent de politiek al jaren van zeer nabij. En zijn ervaring deed hij niet zozeer op als volksvertegenwoordiger, maar vooral als partijbestuurder. In een lange reeks van jaren maakt hij deel uit van het VVD-partijbestuur, op de duur zelfs als voorzitter. Minister Korthals is op- en top-jurist en dat komt hem natuurlijk in zijn nieuwe functie uitstekend van pas. Jaap van der Ploeg in gesprek met de nieuwe minister. Meneer Alters, advocaat, partijbestuurder, nu minister. Is dat een logisch verlengde? Dat is een grote overgang. Ik ben bijna 25 jaar advocaat geweest. En partijbestuurder ben ik geweest eigenlijk in mijn vrije tijd. En na nu een jaar ruim in de Eerste Kamer te hebben gezeten, is dit dan een echte confrontatie met de landelijke politiek op bestuurlijk niveau. Maar wel tevreden met deze post? Tevreden. Ik hoop er iets van te maken. Het is mij aangeboden en ik zal proberen het zo goed mogelijk te doen. Het is voor het eerst sinds 11 jaar dat er weer een liberaal zit op justitie. Kun je het aan het beleid gaan merken? Ik weet niet of je meteen kunt zien aan het beleid dat er een liberaal is. Er is een enorme wetgeving in de afgelopen jaren tot stand gekomen. Dat was ook onder de vorige liberale minister het geval. Nu staat er in het regeerakkoord dat we juist eens moeten gaan kijken of er niet doodhout gekapt moet worden. Dat er te veel regels zijn. Regels die vaak in andere departementen tot stand zijn gekomen, maar waarbij het departement van Justitie misschien eens een leidende rol moet gaan spelen om te kijken wat moet worden opgeruimd in deze. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven?
Ik zou geen voorbeelden willen geven, omdat we hebben afgesproken dat we dat zullen bewaren totdat wij ons presenteren aan de Tweede Kamer met de regeringsverklaring. Het is altijd gebruikelijk in dit land, bij coalities, dat de ene partij van de coalitie krijgt Binnenlandse Zaken, de andere Justitie of andersom. Ze zijn nu beide in handen van de VVD. Vindt u dat een goede ontwikkeling? Kijk, dat was ook zo'n regel waarvan eigenlijk de echte reden is komen te vervallen. En daarom... bij de bestuurlijke departementen, daarom moesten ze worden verdeeld. Daarom werden ze verdeeld, maar het is een argumentatie die natuurlijk eigenlijk niet zo erg steekhoudend is. Hele belangrijke beslissingen zoals over de politie, nieuwe politiewet, die door beide departementen samen zullen worden voorbereid, komen toch ook in een volledig kabinetsberaad, komen in een Staten-Generaal. En er is geen reden om dan te zeggen dat dat evenwicht zo zou moeten zijn dat die twee departementen niet in handen van één partij zouden kunnen zijn. Want ze zijn tenslotte, wanneer het echt belangrijk is, zijn het beslissingen die het kabinet als geheel gaat nemen. Dank u wel. Vicepremier van het kabinet Lubbers is de nieuwe minister van Economische Zaken, de liberaal van Ardennen. U kent hem ongetwijfeld. Hij is 52 en de heer van Ardennen is geen onbekende op het ministerie van Economische Zaken. In het eerste kabinet van acht liet hij de hele regeerperiode zien dit moeilijke departement bekwaam te kunnen leiden. Van Ardennen heeft tijdens de afgelopen kabinetsformatie een belangrijk aandeel gehad in de VVD-inbreng in het regeerakkoord. Het sociaal-economisch brein van de liberalen, zo wordt hij wel genoemd. Hans Hille spreekt met hem. Meneer van Ardennen, u pakt de draad weer op waar u hem een jaar geleden hebt laten liggen. Ja, die draad is natuurlijk wel iets verder afgerold intussen. Gerafeld? Dat wil ik niet zeggen. In ieder geval gerold. Maar er zijn natuurlijk ook zaken in het negatieve veranderd. Maar het is duidelijk dat het niet helemaal zo is als toen ik vorig jaar de portefeuille overdroeg. Maar heeft de heer Terlouw veel puin achtergelaten? Moet u ruimen? Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik heb ook bij de begrotingsbehandeling van de heer Terlouw gezegd dat hij de lijnen zoals ik die zag en zoals ik die ook geprobeerd heb in de praktijk te brengen, heel wel heeft doorgezet. En de problemen zijn natuurlijk ook van gelijke soort. En die vind ik nu weer. Toen u een jaar geleden wegging, toen waren de economische problemen zeer groot. Ze zijn inmiddels alleen maar groter geworden. Dat wil onder meer zeggen dat u voor uw beleid minder geld zult hebben. Hoe kunt u nu nog initiërend economisch beleid gaan voeren? Ja, ik zou eerst iets willen zeggen over die grootte van de problemen. Ik ben het met u eens dat niet alleen de problemen groter, maar gewoon de economische toestand veel slechter is. Denk maar aan de werkloosheid op dit moment. En het er ook niet naar uitziet dat op korte termijn verbeterd kan worden. Wat je ook doet. We moeten duidelijk weten dat we in een dal zitten waar het echt niet zo makkelijk is om uit te komen. Dat is één. Maar, en dat is het verschil, denk ik, met onze regeerperiode 77-81, zeker in het begin. Toen was men zich niet bewust dat we bezig waren heel snel in het dal terecht te komen. En men is nu heel wel bewust dat er allerlei akelige, harde maatregelen moeten worden genomen om eruit te komen. Dus u hebt minder geld beschikbaar, maar de geest is er nou, zegt u? Ja, ik denk dat inderdaad er minder geld is. Overigens, het is de vraag of het nou zo goed is dat dat geld allemaal bij de overheid zit. De bedoeling is natuurlijk toch dat het geld bij de bedrijven zit, dat die investeren. Dat is de hoofdzaak waar het om gaat. Maar er is nu een besef dat we met z'n allen daar wat aan moeten doen. U bent vice-minister-president in een kabinet CDA-VVD. Vorig jaar sloot u een periode af van 4 jaar minister, ook in een kabinet CDA-VVD, geen vicepremier toen. Wat is het verschil met het vorige kabinet? Ik denk dat elk kabinet dat samengesteld is uit andere mensen, derhalve anders functioneert. Want omdat mensen anders zijn, handelen ze wat anders. Het gaat erom, en ik hoop daar als vicepremier mijn steentje aan bij te dragen, in goede samenwerking uiteraard met de minister-president, om ook dit kabinet te laten functioneren als een eenheid. Daarbij uiteraard ervan uitgaande dat het uit twee partijen is samengesteld die allebei hun inbreng hebben. Een inbreng waar ik dan met name natuurlijk naar de liberale kant zal kijken. Zit het kabinet 4 jaar? Ieder kabinet dat start zit in principe 4 jaar. Dank u wel. Dank u. En dan is het nu tijd voor de leider van het kabinet dat vandaag is aangetreden, minister-president Ruud Lubbers. Sinds de heer Van Acht in de luwte van de politiek verblijft, is Lubbers ook de nieuwe politieke leider van de Christen-Democraten.
Hij maakte zijn debuut op regeringsniveau als minister van Economische Zaken in het kabinet Den Uyl. Na de val van CDA-fractieleider Aantjes ontpopte hij zich als een politiek leider die er voortdurend in slaagde om de bij tijd en wijle zeer verdeelde christendemocraten als eenheid te laten opereren. Van zakenman naar politicus, van politiek leider van het CDA naar eerste der CDA-ministers en tenslotte naar eerste der CDA- en VVD-ministers. Jaap van der Ploeg praat met de heer Lubbers. Meneer Lubbers, u hebt nu uw 13 collega's gehoord van het kabinet dat uw naam draagt. Als u deze 13 verhalen hoort, zegt u dan, we ben ik aan begonnen? Nee, het is boeiend om naar de collega's te luisteren. Het wordt nog boeiender om samen te werken, maar na deze uitzending is het er niet slechter op geworden. Zou het een typering kunnen geven van dit kabinet? Het is wat je noemt echt een nieuw kabinet. Het geldt natuurlijk zeker niet alleen mezelf, maar tal van ministers. Er zit ook een stuk oude ervaring in, maar er is op gewezen. Sommige oude ervaren rotten op nieuwe plaatsen. Er zijn, wijs bijvoorbeeld op de ministers De Ruiter, minister De Koning. Er zijn mensen die vroeger minister geweest zijn. De heer Van Ardenne heeft vroeger alles economische zaken gedaan. Ik heb zelf vroeger economische zaken gedaan. Zit nu als teamleider. Kortom, het is een mengeling van jong en oud. Een mengeling van ervaren en nieuw. En bij elkaar betekent dat je het mag typeren als een redelijk nieuwe ploeg die met elkaar aan de slag wil om een moeilijk beleid uit te gaan voeren. U zei net, ik ben uw teamleider. De minister-president speelt een hele belangrijke rol in de ministerraad. We hebben altijd verschillende types minister-president gehad. Van Acht was een ander type dan Den Uyl bijvoorbeeld. Wat voor soort premier gaat u worden? Zonder dat hij het me vroeg, zei ik net al teamleider. Dat kwam me gemakkelijk uit de mond, omdat ik dat toch de beste typering vind. Maar u hebt de naam, ze gaan er overal mee te willen bemoeien. Ja, het is zeker zo dat ik wezenlijk geïnteresseerd ben in tal van vraagstukken. Maar dat is gericht op het vinden van goede en verantwoorde oplossingen. In harmonie met de collega's die daar eerst de verantwoordelijkheid voor dragen. Gaat u zich gedragen, naar uw mening, als een regeringsleider of als een partijleider? Als u het onderscheid zo maakt, natuurlijk het eerste als regeringsleider dus. Dat is nu mijn verantwoordelijkheid. Zou er geen conflict uit kunnen voortkomen? Ja. Ieder die mij gevolgd heeft weet dat ik voluit CDA ben en dat zal ik ook niet van me af kunnen schudden. Dat hoeft ook geloof ik helemaal niet. Maar ieder die mij ook in vorige functies gevolgd heeft weet dat ik, als ik eenmaal een ploeg voorzit, ik rekening houd met alle betrokkenen en zoveel mogelijk dat probeer te samen te voegen in een heldere lijn die dan lijn van de hele ploeg is. Ja, u hebt het over uw vroegere activiteiten. U was toen sterk voorstander van het kabinet met de Partij van de Arbeid. U hebt zelfs vorig jaar heel hard gewerkt als uw kabinet, als informateur. Is het geloofwaardig dat u nu premier wordt van het kabinet CDA-VVD? Ja. Ruud? Ik ben begonnen met 4,5 jaar in een kabinet waar ik met plezier in gewerkt heb. Het was het kabinet Den Uyl. Ik heb daarna, na het vertrek van Wim Aantjes, ik fractievoorzitter ben geworden. Maar eigenlijk ook al daarvoor. En daaraan gewerkt om het kabinet van Acht Wiegel, kabinet CDA-VVD, met een hele kleine meerderheid in stand te houden. Ik vond die periode nog vermoeiender dan de periode dat ik minister van Economische Zaken was. Maar beide periodes denk ik met voldoening terug. Toen is er een tijdvak gekomen, van nu alweer enige tijd, van kabinetten met kortere duur. Daaruit is tevoorschijn gekomen, na de laatste crisis in het voorjaar, dat er toch echt iets haperde. We hebben geprobeerd nu de consequenties te trekken en een goed en stevig kabinet te maken. Ik trek de consequenties en ga deze ploeg nu met heel veel plezier leiding geven. Zou je kunnen zeggen dat het kabinet wordt geboren onder wat ongelukkige stand als je kijkt naar de maatschappelijke onrust, dreigende staking nu al in de samenleving? Ja, ik gebruik wel eens het beeld dat we de economische winter in zijn gegaan. We zitten inderdaad in een crisis. Daarin moeten we niet moedeloos worden, maar we moeten wel erkennen dat de situatie buitengewoon moeilijk is. En dat we dus moeten leren leven op een andere wijze. Dat wordt een hele opgave. Want het eerste wat je natuurlijk merkt is als het moeilijk wordt, dat mensen zich verzetten. Weigeren om de boodschap te aanvaarden. Proberen de moeilijkheden naar elders te verschuiven. En dat betekent dat we niet alleen in een economische crisis zitten, maar ook in een maatschappelijke crisis. Ja. Wat worden, denkt u, de struikelblok en de tijdbom onder het kabinet? De eerste grote uitdaging, spraken we zojuist al over, is natuurlijk hoe leren we te leven met minder mogelijkheden.
Dat betekent dat we in moeten schikken financieel en anderszins voor elkaar. Het tweede groot beleidspunt zal zeker zijn, hoe beheersen we het hele vraagstuk van defensie en de spanningen tussen de landen, buitenlandse politiek en met name het vraagstuk van kernwapens. Dan hebben we het over grote uitdagingen en dat strekt zich ook uit naar tal van departementen waar ieder op zijn eigen wijze met die twee crisissen te maken heeft. Als u zegt, wat zijn nu struikelblokken van een kabinet, dan kunnen dat, zo leert de parlementaire geschiedenis, hele andere zaken zijn. Wat we zouden kunnen aanduiden als bananenschillen die nu nog niemand ziet en die zich ineens voor kunnen doen. Maar het zou natuurlijk zeer speculatief zijn om daar allerlei voorbeelden van te gaan noemen. Iedere premier zegt als hij aantreedt, dit kabinet zit 4 jaar. Waarom vindt u het ook? Het is een opdracht die je meekrijgt van de fracties. Het is een parlementair kabinet. Twee fracties hebben zich verbonden aan dit kabinet, willen dat. En zo'n kabinet, de mensen die erin stappen, verplichten zich naar die fracties, maar ook naar de samenleving toe, als het even kan, dat een volle rit te doen. Dus het is niet een verwachting die ik uitspreek. Ik noteer gewoon dat het de opgave is die we hebben. Kan het zijn op een goede manier, die 4 jaar. Dank u wel. Graag gedaan. Dat waren ze dan, 2 dames en de 12 heren die bij elkaar het nieuwe kabinet Lubbers vormen. U heeft ze gezien en gehoord en in de zeer nabije toekomst zal blijken of deze combinatie inderdaad dat hechte en daadkrachtige kabinet is dat het CDA wilde. Mogelijke struikelblokken zijn al duidelijk. De hoogte van de bezuinigingen, de manier van ontkoppelen van lonen en uitkeringen en natuurlijk kan ook de al dan niet plaatsing van nieuwe kernraketten tot een voortijdig einde van dit kabinet leiden. Wij zullen in elk geval, zolang ons dat tenminste gegeven is, de daden van dit kabinet kritisch voor u volgen. Dames en heren, dit was Den Haag Vandaag. Tot volgende week. Zondagmiddag zendt de NOS-televisie het discussieprogramma Het Capitool uit. Het Capitool van aanstaande zondag gaat over het beleid van de nieuwe regering ten aanzien van Zuidelijk Afrika. Het Capitool, zondagmiddag van 12 uur tot 12:15 op tv via Nederland 2. En dit is de NOS op Nederland 1 met Denkbeeld.